Ja, dames en heren, we zitten hier voor de bespreking van The Medium, de eerste echte grote Xbox al, al moeten we eigenlijk zeggen Microsoft exclusive, want hij mm. komt natuurlijk op de Xbox en de PC, dus of het is een console exclusive of een Microsoft exclusive, maar de eerste echte next grote gen exclusive. Ook? Nee, maar ook PC. Ja, oké, okay, maar dus... PC is altijd next gen. Ja, nee, oké. Okay. En um, dit is de eerste uh, van Microsoft. Want uh, we weten allemaal natuurlijk hoe hun console is gelanceerd. En dit is de eerste titel die daarbij uitkomt. Het is een first-party-titel van Vlam. Van de Boeber, bloeber, Godver Jezus. Boomer Studio. Een bloomer team Van de bloomer team ja. En hij staat daardoor dag 1 meteen op Game Pass. Dat is belangrijke informatie om daarbij mee te nemen. En um, eigenlijk ook de enige informatie die je daarbij nodig hebt voordat we nu gaan beginnen aan de bespreking van de game zelf. Uh, ja, en hij is niet full priced. Hij is 45 euro op het moment van launch. En volgens mij na een week na launch is hij 50 euro. Oké, okay. nou, kijk eens aan. Uh, nog, Bloober... toch, toch wat dingen om een. Ja, zeker. Blooper team, nou, waar kennen we ze van? Uh, op server die game came misschien nog wel met Rutger Hauer, dat is een stukje ja. Nederlandse trots natuurlijk. Uh, geen kassucces of wat dan ook. Uh, hier en daar zijn er wat lief, uh, liefhebbers van, uh, van deze game. The uh, de Blair Witch, die hebben we vorig jaar nog gespeeld als meneer gister. Ja, gisteren. zeker. Kwam ook op Game Pass. Ik vond het een leuke game qua vibe het, het neelde de vibe echt heel erg goed maar het was niet een uh, fantastische titel en nu komen ze hier in één keer aan met de medium en de medium is toch wel een titel wat iets nieuws en bijzonders wil gaan doen binnen dat horrorgenre wat we zien want ja. wat is nu het gameplay dingetje wat ze hier hebben geïntroduceerd nou ja je, je zweeft eigenlijk uh, tussen twee werelden dat is een beetje raar zeg misschien maar enerzijds heb je de normale wereld en anderzijds heb je de nou, Onderwereld eigenlijk van duistere wereld, yeah, spirit, de demonenwereld, yeah. de spirit world, noem het zo wat je wil. En dat zorgt ervoor dat je sommige stukken in de game puzzels moet oplossen aan de hand van een split screen. Dus het zij links en rechts heb jij de normale wereld en de spirit world waar je precies dezelfde bewegingen uitvoert. Uh, en in het ene wereld pak je iets en uh, dan ga je dat in de andere wereld kunnen toepassen. En Vice versa, eigenlijk. Ja. Dat soort dingen. En uh, er zijn ook nog momenten waarbij je out of body. Kan treden, dat, ja. dat is nog best wel belangrijk, want er zijn bepaalde gebieden die je in de echte wereld bijvoorbeeld niet in zou kunnen gaan, maar dat er in de spiritwereld daar wel een toegang toe is. Ja. Dan kan je een out-of-body experience uh, beleven, waarbij je dus alleen in de spiritwereld heel even bent en dat is echt letterlijk heel leven, want dat kan je maar een bepaalde tijd volhouden en anders word je opgeslokt in die wereld. Ja. Maar wat is die spiritwereld spirit nu precies? Het is een, een wereld die is ontstaan. Eigenlijk vanuit alle onderdrukte gevoelens en zondes die wij als de mensheid hebben gepleegd, ja. die die spiritwereld uh, spirit hebben vormgegeven, de inner demons. Het zijn letterlijk de inner demons, inderdaad. Ja. En uh, dat is dan ook een beetje het thema van deze game. Is, uh, het speelt met dat soort dingen, zoals dat eigenlijk elk verhaal. Want er zit heel veel kleine story nuggets en beats ook in deze game, uh, waarbij elk verhaal toch ook net zoals de, de wereld zelf eigenlijk. Twee Verschillende kanten heeft ja, en um, ja, ik, ik vond het best wel tof om te volgen, ja, zeker. Je je kruipt eigenlijk uh, je kruipt in, de, in de huid van Marianne, uh, zij is een medium, vandaar ook uh, de titel: De medium. En je, je krijgt een telefoontje van een Thomas. En je gaat naar het nieuwe resort, Nou, nieuwe resort is een soort eigenlijk een soort van resort voor minder bedeelden. Maar het is ook een soort van gekkenhuis, een beetje, want dan is het geks gebeurd. Ja, ja we zien het hier, uh, hier voor ons. Dit ja. is het Niwa Resort. En uh, je komt daar dus naar een, een, ja, een paniekerig telefoontje van een bepaalde Thomas. die dingen over jou schijnt te weten. Ja. die je zelf niet eens weet. En uh, waaronder uh, de reden waarom je misschien een medium bent of niet. En dat triggert haar zo erg om daar naartoe te gaan. En dan komt ze erachter dat dit ooit hypermoderne workers' resort, zoals mm -hmm. het ook uh, heet. Um, dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. De, iedereen die daar was, is dood. Alleen we weten niet wat er is gebeurd. En nee. dat is eigenlijk, zeg maar, wat je op dat moment gaat ontrafelen. Als je nu puur naar de game kijkt. Het doet heel erg oldschool aan. Um, <laughs> heel erg, ja. Ja, toch? Het heeft heel erg van die Silent Hill-vibe. Het heeft heel erg van die uh, Hill vibe. Het nou, Resident Evil-vibe. Evil en um, je, je moet dus ook gewoon... Uh, je hebt een vast camera-perspectief. Je loopt in die wereld. Het is een detective. En jij moet gewoon eigenlijk... Elk klein bewijsstuk moet je gaan verzamelen... Mm. om door te kunnen gaan uh, ja. verder in het verhaal. Ja. En um, ja, ik moet daarbij zeggen... Dat is het enige waar ik, waar ik toch wel een beetje teleurgesteld in ben... The puzzle sign heel erg makkelijk. Ze liggen bijzonder voor de hand en uh, ja. het wordt ook niet moeilijker naarmate de game vordert. Nee, nee dat, is, dat is zeker waar. Het is, het is wel soms lastig. Soms zie je net iets over het hoofd waardoor je een beetje vastloopt en dat je uiteindelijk denkt, oh oké, okay, dus zo makkelijk is eigenlijk de oplossing. Ja, ik, dan... ik, ik dacht vaak te moeilijk zelfs. Ja, en, ja. En, terwijl de, de oplossing echt veel te makkelijk was. Ja, dan, dan lag eigenlijk alles al binnen dezelfde kamer of uh, je moest even in een spiegel kijken waardoor je kon switchen tussen twee werelden. Um, dus dat is, dat is het vrij recht toerecht aan. Daarnaast komt er ook wel bij kijken, doordat het best wel oldschool is qua opzet met het hele splitscreen gedeelte daar gelaten, want daar zit hem juist de nieuwigheid in. Maar doordat die opzet best wel oldschool is, houden ze ook best wel vast aan oldschool conventies in de zin van het is best wel fucking traag, het is best wel fucking sluggish. Ik, denk, ik denk dat dat vooral... Uh... Heb je dat huppeltje gezien? Ja, het, als je sprint, ga je niet harder dan een normaal mens loopt. En ik denk ook dat dat heel erg veel mensen afschrikt. Ik, ik ja. hoor het al in de reacties om me heen. Mensen die de game even hebben gedownload op Game Pass, het gaat gewoon te traag, het duurt allemaal veel te lang en. Ja, daar moet ik mee eens zijn. Het lopen is echt bijzonder vervelend in deze game. Zeker. Het heeft niet die tank controls van een, uh, van een Resident Evil. Maar het voelt wel bijna zo. Ja. Alles gaat enorm sluggish, alsof je door, de, door, de, door de, op kniehoogte door modder loopt uh, heen probeert te lopen. Ja. Uh, dat is echt verschrikkelijk. Dan heb je een, een soort van sprinter in zitten, wat, wat ook echt heel erg langzaam gaat. En je blijft achter dingen haken. En er zitten een aantal sneaking uh, momenten in die game. En met name wanneer je in de buurt komt van de eindbaas, de man, in ieder geval ja. hoe, je hem, uh, hoe je hem kent. Nou, dat waren echt voor mij bijzonder frustrerende uh, momenten. Gewoon, ik werd elke keer gepakt, namelijk, door hem. Oh, oké, okay, dat, dat stukje inderdaad. Ja, maar doordat de controls niet meewerken, mm -hmm. weet je wel. Nou, maar, uh, precies dat. En dat is super oldschool. En daar hadden ze vast wel iets bezig voor kunnen verzinnen. Op het moment, want je zit natuurlijk met dat hele soort van fly on the wall camera principe. Je volgt gewoon een vast perspectief. Wissel je of ga je een andere kamer in of zit je net in een andere hoek van de kamer, dan wisselt dus dat camera perspectief. Maar het is zo omslachtig als je dan aan het lopen bent en je, en je klein beetje je controle aanraakt. Dan is het zo van, oh ja, kut, nu zit je in een ander perspectief. Dus nu ja. is eigenlijk je control of je, je richting is weer gereset. Je bent de hele tijd een beetje gedesoriënteerd daardoor. Want ja. je loopt de kamer in en vervolgens ben je heel even de houding kwijt van... ...oké, okay, maar welke kant ging ik op en waar moest ik nou heen? Ja. Dat probeer je de hele tijd te doen. En ja, dat is natuurlijk ook een kleine hommage aan, aan de Old School games, de Resident Evil games zoals we die kennen. Uh, maar dat voelt enerzijds ook wel heel mm. erg uh, gedateerd. Ja, en zeker als je achterna wordt gezeten en je bent aan het sprinten. En tijdens die sprint verandert het cameraperspectief. En je draait per ongeluk ineens om en je re loopt recht op die gast af. Ja, je ben me je gezien, bent meteen gezien, weet je wel. Ja, dat is best wel irritant. Maar het breekt de game voor mij niet. Uh, of, nee. of, of, de, of wat dan ook. Uh, een ander ding, grafisch, door dat uh, vaste cameraperspectief, heb ik zoiets van, uh, sommige shots zien er echt fucking breathtaking uit. Zeker wanneer het wat ruimer wordt, wat wijder. Ja, zeker wanneer de camera uh, wat uitzoomt ook. En andere, andere momenten heb ik echt van, wauw, wat is dit een lelijke game. Gewoon vooral momenten waarbij je uh, je karakter te zien krijgt. En Marianne met name ja. is zelfs een van de minst vormgegeven uh, karakters van de ja. game. En ja. dat vind ik raar. Ja. Wa waarom? <laughs> ja, nee, dat snap ik ook niet. Maar als we dan uh, kijken wat je daar tegenover kan stellen... aan wat er goed is aan deze game... ik vind dat, de dat het hele perspectief... of dat splitscreen-idee, vind ik gruwelijk. Ja. Uh, het, het voegt ook wel echt iets toe. Uh, ik wil het niet meteen een, een hele innovatieve game noemen of zo... maar het feit dat er dus eigenlijk twee werelden tegelijk... om het even zo te zeggen, gerenderd moeten worden... of tegelijkertijd moeten lopen... ik snap dat dat waarschijnlijk ook de grootste uh, krachtbron... Uh, ja, ja verder, het, groot slurpt. Vr, het slurpt. Het slurp van, van de Xbox Series X of de Series S of je, je PC. Um, verder is het dus best wel oldschool. Maar het verhaal, uh, wat zich daar afspeelt, de, de, het, het zwaar beladen thema, wat er een beetje aan wordt aangesproken met, met trauma's en dingetje met verkrachting of met de Tweede Wereldoorlog, dat soort dingen. Uh, het, je volgt gewoon een heel intrigerend, vet, duister verhaal. Waarbij ik wel moet zeggen, ik had het enger verwacht. Ja. Ik, ik als scheiter ben niet één keer echt geschrokken. In het, nou, het, het, een het, heel klein jumpscare, maar dat was het eigenlijk ja, de, 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 Heel af en toe zit er een jumpscare in, maar inderdaad, als ik deze game speel, het is meer een thriller dan een echte horror. Ja. Uh, er zit ook geen combat in deze game bijvoorbeeld. Iets wat ik wel had verwacht toen ik in eerste instantie uh, de gameplay uh, te zien kreeg ja. uh, via Inside Xbox, geloof ik. En um, dat zit er niet in. Het is echt puur een detective. Uh, je loopt. Je onderzoekt en je ontsnapt. Ja. Dat, dat zijn okay. eigenlijk de, de drie dingen die je aan het doen bent. En daar zitten dus puzzelelementen in van, uh, van een andere wereld. Hier kan je bijvoorbeeld niet door die gang lopen. Omdat in de spiritwereld dus al die, uh, die, motjes. die motjes rondvliegen. Ja. Maar als je dan weer een charge hebt opgepakt. Dan kan je een soort van een schild om jezelf creëren. En zo kom je steeds verder in het, in het nieuwe gebouw. En leer je steeds nieuwe dingen kennen. Ja. Um, Marianne, ik vond haar... Enerzijds interessant, maar wat mij uh, een beetje irriteerde, was haar dialoog met zichzelf. Het, ja. het, het was net alsof jij een soort van debiel was, waarbij ze alles wat net gebeurde opnieuw in, in, in bijna kindertermen aan je aan ja, het uitleggen was. Maar meer alsof zij terugkeek op een verhaal. Ja, ook dat. Terwijl het gebeurde. Ja, terwijl ja. het gebeurde. Um, ja, dat vond ik niet zo heel erg cool. Troy Baker... En deze game is echt insane weer. Een heel fucking ander, uh, ander, ander iets dan dat je van hem gewend bent. Ja. Uh, de Ma komt hier heel erg goed en overtuigend over. Vette stem doet hij daar ook. Dus uh, props daarvoor. Het doet dingen met de geschiedenis uh, van Polen. Ja. Uh, de, 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 zit echt heel... de tijden van de oorlog. De ja, de er, er zitten heel veel referenties en, en, en informatie daarover. zit in die game verwerkt. Daarbij had ik wel een beetje het idee, die super Amerikaanse stemmen. ...doen echt enorme afbreuk ja. uh, voor mij aan de, aan de vibe. Want alles is super pools ingericht. Alle namen zijn Pols. Alle locaties zijn Pols. Ook uh, dat nieuwe gebouw voelt echt super Oost-Europees aan. Mm -hmm. En alles klinkt dan in één keer super Amerikaans. Ja. Het, het is net alsof je in twee verschillende werelden uh, begrijpt. Ja, gek. ja uh, nee. Maar uh, no pun intended. Ja, precies. Nee, dat, dat zeker. En als ze dan toch uh, een beetje de rekening aan het opmaken zijn... Ja. ...de iets de, wat de, de dragen. Verouderde gameplay, maar wel met een vrij innovatief uh, gameplay element toegevoegd, uh, en wat mij betreft, een heel interessant verhaal met ook wel een, een, een aardige climax. Ja, moet um, wel bijgezegd worden: hij is maar acht à negen uur. Dus ja, acht uur wel snel de... doorheen. ja, ja. Uh, dat is iets om rekening mee te houden. En, en ik zou dan zeggen: al met al heb ik me enorm vermaakt met deze game, maar. Ik zou hem niet full price kopen. Maar dit is toch het schoolvoorbeeld van een hele goede Game Pass game? Ja. Zou, dat, je, zou je hem dat, loskopen als, het, als hij niet op Game Pass stond voor 45 niet euro? Full, nee, dat nee, zou ik niet doen. Daar vind ik net uh, de ervaring te kort voor. En dan, dan zou ik <laughs> zeggen uh, budgetbak. Maar wel echt een hele goede budgetbak dan. Ik, zit, ik, ik schommel tussen budgetbak en kopen. Maar ik ga hem wel het voordeel van de twijfel geven... omdat hij niet full price is. Ik zeg dan kopen. Maar het feit dat hij op Game Pass komt, komt. Dat maakt het een no-brainer. Echt een no-brainer. Er, er, er zit niks bij in de buurt. Wat cool is. Hitman 3 is dan misschien onlangs uitgekomen. Ja. Verder ligt het helemaal open. Maar als je, als je de situatie omdraait, heb je geen game pass en wil je deze game. Dan is, dit, is deze game het waard om een jaar Game Pass voor te kopen? Zeker weten. Ja, tuurlijk alleen al alles wat je. Omdat ook alles krijgt wat nog. je daarna erbij krijgt. Nog. Ja. Dus ja, dat wordt hem. Game passie. Maar sowieso, wat mij betreft net een koop.